ja, je ziet misschien wel een tegenstelling tussen jong en oud, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar gegevens, is er bijvoorbeeld een intergenerationeel conflict, of bijvoorbeeld pensioenen, dan blijkt dat bijvoorbeeld toch niet het geval te zijn. En weer, we hebben daar straks dat verhaal gehoord van mezelf. Waarom? Je bent nog geen media tycoon. Ik heb het vandaag gehad over onbetaalde tegenprestaties in ruil voor een bijstandsuitkering. Ik heb de stelling verdedigd dat onbetaalde tegenprestaties voor een uitkering onzin zijn. En daarbij heb ik sociologische argumenten gebruikt uit sociologische theorie en sociologisch onderzoek. Maar die onderzoeken een proces van remancipatie, ze noemen ze dat. En dat gaat er juist om dat mannen in typische, wat door vrouwen gedomineerde maatschappijen, juist weer ervoor kiezen om de echte macho uit te hangen. En dat zie je eigenlijk ook, als je bijvoorbeeld kijkt naar RTL 7 op het moment. En zo zijn we weer 2 minuten. Ik ga nu 30 seconden. Maar dan zie je dat, hè? Dan zie je gewoon mannen gewoon herten doden en dan gewoon rauw opvreten. En dan heb je zo'n programma dat heet Nog meer voor mannen. En alle doetjes die worden gewoon kritisch bevraagd door Maxime Hartman en zeggen: en moet je dat van je vrouw? Hé. Hey. Oh, kijk naar mij.